Alex, vorige week was je woedend voor de camera om de wanprestaties van jouw spelers. Vandaag kun je alleen maar blij zijn, denk ik. Ja, maar volgens mij was het ook terecht. We hebben vorige week een hartstikke slechte prestatie geleverd. En ik vind dat je wel eens slecht kan voetballen, maar ik wil wel graag dat een team samenwerkt. Nou, ik vond dat we daar in het begin van de wedstrijd niet zo heel veel verbetering in toonden. Wel iets, maar niet genoeg naar mijn smaak. Maar in de loop van de eerste helft is dat wel gelukt. En de tweede helft ging er steeds beter uitzien wat dat betreft. Ja, natuurlijk was het vandaag best wel een lastige wedstrijd. NEC leek niet echt te durven, vooral in aanvallend opzicht. Klopt dat? Nou ja, in het begin vond ik dat ook wel een beetje hoor. We speelden weinig naar voren en het zag er wat langdradig uit. Maar je moet ook niet vergeten dat we het redelijk goed hadden staan. Zo hadden we het ook afgesproken. PSV is geduldig, is heel moeilijk om druk te krijgen. En als je dan niks weggeeft, maar een corner gaat er zomaar eventjes in, dan is het lastig voor een ploeg om uit de schulp te komen. En met name het positiespel van PSV, er was heel veel geschuif achterin. En op het moment dat je dan een keertje druk probeert te geven, dan speelden ze hem over 30, 40 meter terug op de keeper. Ja, en deze keeper die raakt niet in de war van een terugspelbal, die is tweebenig. Ja, en dan kan je heel slecht druk krijgen op een tegenstander. Dus je moet geduldig zijn en het juiste moment afwachten. Nou, en dat vond ik steeds beter gaan. Ja, die goal van Paulsen natuurlijk een plaatje. Je wisselde natuurlijk eerst voor nog hè, voor Leroy George. Voor mij die keuze van die wissel vooral. Want bijvoorbeeld geen Rix kunnen wisselen. Nou, ik vond het aandeel van Leroy steeds kleiner werd. En het gekke was, vlak voordat hij eraf ging, had hij een geweldige actie waarbij hij de bal net naschoot. Ja, dat zijn dingen die horen bij zijn functioneren. Aanvallende acties maken. En ik vond dat we dat net even te weinig zagen. Al met al, hier staat in ieder geval een blije trainer PSV vandaag. Alex, toch wel een beetje op zo'n 70% mentaliteit. Het komt wel goed hier in Nijmegen. Vind je niet dat ze er een beetje om voegen? Om die gelijk maken? Ja, maar ik ga niks over PSV zeggen. Hoe zij deze wedstrijd beleefd hebben, ingegaan zijn en gespeeld hebben, daar heb ik niks mee te maken. Ik heb met NEC te maken. Wij zijn blij met een punt en dat is toch iets waar wij als club in de middenmoot heel tevreden mee moeten zijn. Volgende week naar Den Haag, de laatste wedstrijd van de competitie. Als we dan kijken, wat ga je ervan verwachten daar in Den Haag, Alex? Wat ik altijd zeg, ik verwacht van mijn eigen jongens dat ze zich optimaal voorbereiden. Dat ze weten wat er van ze verwacht wordt. En we zullen weer afreizen om te winnen. Kijk, als we dat doen, dan doen we onszelf een groot plezier. Want dan ga je met een heel goed gevoel ga je de winter in. Even los nog van de punten die je meeneemt. En dat zie je met deze wedstrijd ook. Voor hetzelfde geld hadden we met 0 punten gestaan. We hadden ook zomaar met 3 kunnen staan. En nu staan we met 1 en daar moeten we gewoon een goed gevoel aan overhouden. De dingen die goed gingen hebben we benoemd. De dingen die minder waren, die hebben we benoemd. En dat is waar het in het voetbal om draait. Het is wel een beetje een gek verhaal zo bij NEC. Hè? Tegen dit soort ploegen die natuurlijk op papier wat sterker zijn. Ook NEC kan daar lekker mee voetballen. Maar als je dan kijkt naar Den Haag thuis, hè, Roda thuis, RKC thuis. Dan krijgt NEC toch vaak wel moeilijk om dat spel te maken. Valt je dat ook op, dat soort zaken? Hoe kun je dat nog verbeteren bijvoorbeeld? Want Den Haag zal volgende week ook weer een heel ander team zijn met zo'n eerste. Vaak helpt het wel als je in bepaalde fasen even een goal maakt. Al die wedstrijden die je noemt. Ja, dan kom je heel moeilijk door een verdedigend ingestelde tegenstander heen. En de beste remedie is om de spaarzame kansen die je krijgt, want die hebben we wel degelijk gehad in die wedstrijd, om die dan ook te maken. En dan kun je zelf ook wat verder achteruit gaan, want dan zullen ze moeten komen. Ze zullen hier niet komen om de 1-0 achterstand te gaan verdedigen. Dus echt scoren, dat is de beste remedie. Dus de avond in ieder geval even lekker naar de kerstborrel. En dan zaterdag naar Den Haag, Alex. Ja, zo gaan we het doen. Voordat het boom al thuis opgezet is? Dan moet ik even bij mijn vrouw checken, want die gaat over de kerstboom.